Hey, tof dat je luistert naar onze Preek Only. We geloven dat je hier niet zomaar bent, maar dat deze boodschap speciaal voor jou is en je zal inspireren en bemoedigen om een overwinnend leven te leiden. Connect met ons op de socials, Instagram, Facebook en YouTube. En wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mail naar info@lsm.nl. We gaan door naar het woord. You're blessed and enjoy. We staan aan de vooravond als Levende Steenminister, zoals een big event is coming up. 30 jaar LSM. Hey, 30 jaar LSM. Krachtig. Apostel, beste Irma, 30 jaar vasthouden aan de visie van God. 30 jaar topsport. 30 jaar uitstappen in geloof. 30 jaar commitment. 30 jaar een groeiende gemeente leiden. 30 jaar leiderschap. Is reden om God te danken, mensen. Is reden om God te danken. Amen. En 30 jaar LSM betekent ook 10 jaar hier in de Dome. 10 jaar in de Dome. En regelmatig ga ik terug, dan denk ik van, oké, waar komen we vandaan? Niet om daar te blijven, maar gewoon om te bedenken van, oké, welke groei hebben we doorgemaakt? Persoonlijk, maar ook als gemeente. Wie heeft de Postweg meegemaakt? Ja, Postweg. Was een bijzondere tijd voor in een bijzonder seizoen. Mooi aan de Postweg was, ik hou van op tijd komen, maar daar wilde ik extra op tijd komen. Want als ik daar te laat was, dan moest ik achterin zitten. En vanaf bepaalde plekken kon je het podium niet goed zien. En je zat echt heel erg op elkaar. Er was ook een soort paal in het midden, moest je echt kijken, apostel volgen. Dus dat was bijzondere tijd. En we weten allemaal hoe dat gegaan is, dat we hier zitten. Dat u nu zit op de stoel waar u nu zit, heeft te maken met dat wij als gemeente vastgehouden hebben aan de visie van God. De reden dat u hier bent, hier zit op die stoel, is omdat wij vastgehouden hebben aan de visie van God. En we kunnen spreken van de Postweg nu in de Dome zitten, kunnen spreken over een mate van doorbraak. Alleen de doorbraak heeft niks te maken met het gebouw. De doorbraak heeft niks te maken met het gebouw. Het gebouw is slechts een middel. God heeft ruimte gemaakt. God heeft ruimte gemaakt voor mensen om tot bekering te komen. Meer dan ooit kunnen we mensen bereiken. Amen. Doorbraak heeft te maken met wat God wil doen in uw leven, maar ook zeker in het leven van anderen. En Pastor Irma, Apostel Holder hebben uitgesproken dat dit jaar een jaar is van gunstbewijzen. God zal doen, oké, wat hij beloofd heeft om te doen. Wie gelooft dat met mij? Yes. Alleen de mate waarin God dat kan doen, hangt af van uw geloof. Jij bepaalt. Zeg tegen uw buurman, buurvrouw, wie naast u zit, tegen twee mensen, jij bepaalt. Maak het nu persoonlijk en zeg, ik bepaal. Ik bepaal. Hey. Want uw doorbraak heeft te maken met wat God wil doen in andere mensen hun leven. En we hebben als gemeente, als christenen, hebben we te veel geleefd van samenkomst naar samenkomst. Van event naar event. Van doorbraak naar doorbraak. Maar God roept ons op om in doorbraak te leven. Ik zeg bewust in doorbraak. Want doorbraak is geen moment, maar doorbraak is een opdracht. Het leven in doorbraak is een opdracht van God. En ik hoop u nu al geestelijk geprikkeld te hebben. Niet gepikeerd, maar geprikkeld. Geprikkeld om te horen hoe je kunt leven in doorbraak. En mijn vraag aan u vandaag, is uw geloof gericht op uw doorbraak of op de doorbreker? Dat is namelijk een verschil. De titel van vandaag is Mijn leven in doorbraak. Mijn leven in doorbraak. En om helder te krijgen waar ik over praat, waar God over praat, als ik het woord doorbraak gebruik, wil ik u even enkele synoniemen noemen. Doorbraak is een veranderde situatie. Doorbraak is een belangrijke verandering. Doorbraak is een dijkbreuk. Doorbraak is een geforceerde opening. Aan doorbraak gaat altijd weerstand aan vooraf. Zonder weerstand geen doorbraak. En wie ervaart er wel eens weerstand in zijn of haar leven? Kijk naar al die handen. Dat is normaal. Apostel heeft ons geleerd dat er twee systemen zijn. Het koninkrijk van God en het systeem van de vijand. Dat betekent dat u als wederom geboren christenen altijd weerstand zal ervaren in uw leven. Altijd. En ook als ik dit zeg, dan lijkt het alsof het een 50-50 verhaal is. Of leven in doorbraak een 50-50 verhaal is. Maar dat is het niet.
Broer Wim, kunt u even komen? Iedereen ervaart weerstand, maar het is belangrijk dat u weet hoe u kunt vechten, hoe u overwinnend kunt zijn. En als u aan deze kant wil staan, u bent de weerstand, ik ben de wederom geboren christenen. En op het moment dat wij, als er weerstand is en we gaan allebei duwen, en mijn doel is dat weerstand eruit gaat, in Jezus naam, die kant op. Als we gaan duwen, is het een 50-50 verhaal. Hij duwt, ik duw. Hetgene die het langste volhoudt, die zal winnen. Of die opgeeft. Maar God heeft u geroepen om weerstand te doorbreken. Maar om weerstand te doorbreken is het belangrijk dat u bewust bent van uw positie. Om weerstand te doorbreken is het belangrijk dat u bewust bent van uw positie. Vecht u tegen de weerstand of vecht u vanuit de overwinning? Ik verander mijn positie. Als ik mijn positie verander, ben ik mij bewust van mijn autoriteit. Ik ben in charge. Ik bepaal. Ik heb geestelijke autoriteit. Ik maak deel uit van de drie eenheid. Ik maak deel uit van het power team. Ik weet dat ik weet dat ik weet dat alle dingen mogelijk zijn als ik geloof. Amen. Dank u wel, broer. Het is dus belangrijk dat u bewust bent van de positie, van de geestelijke positie, de geestelijke autoriteit die God u gegeven heeft om te kunnen leven in doorbraak. Ik wil met u vandaag 4 doorbraaksleutels delen. En ik zei net dat het is belangrijk hoe u naar uzelf kijkt. Het is belangrijk hoe God naar u kijkt. We gaan vandaag lezen vanuit Lucas 5, vers 1 tot en met 11. Lucas 5, vers 1 tot en met 11. Gewoon de NBG-vertaling. En hij zal zo meteen op het scherm komen. In Lucas 5, vers 1 tot en met 11 staat: en het geschiedde, toen de schare op hem aandrong en naar het woord Gods hoorde, dat hij zelf aan de oever van het meer Genesaret stond en hij zag 2 schepen aan de oever liggen. Het is van belang om te zien waar de vissers waren. Het is van belang om te zien waar de discipelen waren. U bent een discipel van Jezus. Alles wat vandaag wordt verteld is 1-op-1 toepasbaar in uw leven. De vissers stonden aan de oever. De discipelen waren aan de oever. Veilige grond, vaste grond. Maar ze drongen aan op het woord van God. Ze hadden begrepen dat voordat ze uit konden stappen, dat ze richting nodig hadden. Ze hadden visie nodig. Ze hadden visie nodig voordat ze uit konden stappen. Hun geloof moest nog gebouwd worden. Het is belangrijk dat uw geloof gebouwd wordt voordat u uitstapt. In Romeinen 10, vers 17 staat: zo dan is het geloof uit het horen en het horen uit het woord van God. Zo is dan het geloof uit het horen, CC. Het geloof is uit het horen, Rema. En door het woord van God. CC, Rema, het woord van God zijn belangrijke pijlers. Om te leven in doorbraak. Zonder visie kijkt u naar de situatie vanuit een natuurlijk oogpunt. Zonder visie kijkt u naar uw situatie van hoe ga ik dit oplossen. Maar God weet, wilt u positioneren, God heeft u een positie gegeven, zodat u kijkt naar uw visie, naar uw situatie, vanuit uw geestelijke autoriteit. Worstelt u met uw financiën? Is het belangrijk dat u weet wat God zegt over uw situatie? Dat God zegt dat al het goud en al het zilver hem toebehoort, dus ook u. Uw gezondheid, wat zegt God over uw situatie? Door mijn streamen ben je genezen. Door mijn streamen ben je genezen. En we kennen allemaal de spreuk, de uitspraak: kennis is macht. Maar God zegt vandaag: wanneer je kennis hebt over je situatie, versterkt het jouw geestelijke autoriteit. Wanneer je kennis hebt van de situatie, wanneer je richting hebt gekregen van God, wanneer je visie hebt waar je aan vast mag houden, dat versterkt jouw geestelijke autoriteit. En we zijn enkele maanden verder in 2023. En we zijn het jaar begonnen met goede voornemens. De een doet een no sugar month. De een is een maand vegan. De een gaat de sportschool in. De een gaat extra wandelen. Hartstikke goed. We zien wel dat 25% van alle goede voornemens binnen 2 weken alweer de prullenbak in kan. Waarom? We kiezen, ons brein, ons lichaam kiest altijd de weg van de minste weerstand. 10%,
10% bereikt slechts zijn of haar doel op lange termijn. En we hebben van leven in doorbraak een 50-50 moment gemaakt. We hebben van een 50-50 moment gemaakt van doorbraak. We hebben van doorbraak een doelstelling gemaakt. We hebben van leven in doorbraak een voornemen gemaakt. Maar anders dan een voornemen is leven in doorbraak een opdracht van God. Het leven in doorbraak is een belofte van God waar wij ons aan vast mogen houden. We zijn niet voornemend om in doorbraak te leven. Het is geen doelstelling, iets waar we naartoe moeten werken. Het is een belofte van God waar wij ons aan vast mogen houden. Amen. Dus vecht u tegen de weerstand. Of vecht u vanuit de visie en de positie die God u gegeven heeft. En we zijn er nog niet, want als apostel niet was uitgestapt. Oké, als hij alleen de visie had ontvangen, maar hij had er niks mee gedaan, dan zaten we hier nu niet. Dus de tweede sleutel, de tweede doorbraaksleutel is uitstappen in de roeping. God wil dat u uitstapt in de roeping. Ga naar vers 2, Lucas 5 vers 2. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. We zien hier dat er na het ontvangen van visie het belangrijk is om uit te stappen. De discipelen moesten namelijk in actie komen. Ze moesten hun geloof praktiseren. Ze moesten de visie die ze ontvangen hadden toepassen. In vers 3 staat, hij ging in een van de schepen, dat van Simon, en vroeg hem de zee in te gaan, niet ver van de oever. En hij zette zich neder en leerde de scharen van het schip uit. En ik wil uw aandacht wederom vestigen op waar de discipelen zich bevonden. Eerst waren ze aan de oever, God leerde. Ze gingen wat dieper in de zee, God leerde. Dat laat mij zien dat het belangrijk is dat wij als gelovigen getraind worden. We moeten getraind worden, getraind willen worden, zodat we uit kunnen stappen in de roeping. Zodat we kunnen doen waar God ons toe bestemd heeft. God heeft ons visie gegeven, God heeft ons richting gegeven, maar het is belangrijk om uit te stappen. Want in de boot, daar vindt training plaats. U kunt dit zien vanavond als een in de boot moment. Een moment van een veilige plek. Een moment waar u getraind wordt. Waar u geleerd wordt. Maar dit is niet een plek om te blijven. God heeft u niet geroepen om in de boot te zijn. God heeft u geroepen om uit te stappen. God zegt, je bent in de boot om uit te stappen. Je stapt in om uit te kunnen stappen. Belangrijk. Toen hij opgehouden had met spreken, zei hij tot Simon, ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. Ik moet zeggen, dit is niet zoals een Surinaamse moeder die zegt, ik ben klaar met praten, ik stop met praten. Wanneer een Surinaamse moeder zegt, ik ben klaar met praten en de ogen worden een beetje groter, dan weet je dat je als kind een grens bereikt hebt. En je weet dat ze niet schroomt om naar andere middelen in te zetten, om ervoor te zorgen dat je gaat luisteren. Sommigen weten waar ik het over heb. Maar is Jezus aan het woord? De meest liefdevolle persoon die ik ken. De meest geduldige persoon die ik ken. En ook hij zegt, ik stop met praten. Niet omdat hij u niet meer wilt leiden, maar het is tijd voor de gelovigen om uit te stappen. Alles wat u opgeschreven heeft op de Breakthrough Conference. Al uw doelen, al uw geloofsuitingen, ja. Met uw geloof trekt u naar u toe, maar door uit te stappen neemt u het in bezit. Alles wat u heeft opgeschreven in geloof trekt u naar u toe, maar door uit te stappen neemt u het in bezit. En het zou zonde zijn als u mist, ja, wat God voor u heeft in dit seizoen door geestelijke passiviteit. Het zou zonde zijn als u in de boot blijft zitten terwijl God u heeft geroepen om uit te stappen. Waar heeft God uw visie voor gegeven? Waar heeft God uw richting voor gegeven? Maar u bent in de boot blijven stappen. Die cursus, die opleiding. God heeft u visie gegeven over uw gezinssituatie. Misschien moet u hulp toelaten tot uw gezin. Maar vanwege trots houdt u tegen. God heeft u visie gegeven over uw partner. God wil u kinderen geven. God heeft u mensen op uw hart gelegd om voor te bidden. God heeft u mensen op uw hart gelegd om uit te nodigen naar de samenkomst. God heeft u opgeroepen, okay, om een zaad te zaaien. Maar u bent blijven zitten. God zegt stap uit. God zegt stap uit.
God zegt stap uit. Want in uitstappen zit gehoorzaamheid. En op het moment dat we uitstappen, geven we de Heilige Geest de ruimte. We geven de Heilige Geest alle ruimte om te doen wat Hij wil in uw leven. En God roept u op vandaag. Hij zegt, ga naar diep water. Ga naar diep water. Wat betekent ga naar diep water? Betekent uitstappen. Betekent buiten uw comfortzone. Betekent van uw natuurlijke kenmerken, okay, van uw natuurlijke autoriteit naar uw geestelijke autoriteit. Uitstappen in diepe water, ja, dat betekent dat u gaat van natuurlijk, van uw menselijk kunnen, ja, naar goddelijke afhankelijkheid. Ga naar diep water betekent, mijn zoon, mijn dochter, ik heb meer voor je bestemd. Mijn zoon en dochter, ik heb meer voor je bestemd. Je bent geroepen voor meer. Ga naar diep water betekent, hij die in u een goed werk begonnen is, zal het voleindigen. Ga naar diep water, ja, betekent, leef het leven dat God voor u bestemd heeft. Ga naar diep water betekent, leef in uw geestelijke autoriteit. Ga naar diep water betekent, leef in diepe afhankelijkheid van de Heilige Geest. God zegt, stap uit, want uw doorbraak is nu. Uw doorbraak is nu. Uw visie is nu. Uitstappen is nu. Leven in doorbraak is nu. Uw geestelijke positie is nu. En daar mogen we ons elke dag weer aan vasthouden. Want God zegt, mijn gunstbewijzen zijn nieuw. Wanneer? Elke morgen. Elke morgen weer. Elke morgen. Wat een belofte. De mate dat u uit durft te stappen, toont de mate van afhankelijkheid van de Heilige Geest. In de mate dat u uit durft te stappen, vast durft te houden aan de visie van God, toont u afhankelijkheid van de Heilige Geest. En tot besluit voor deze sleutel staat er ook, zet uw netten uit. Zet uw netten uit betekent, heb een hoge verwachting. De discipelen konden niet meer vis vangen dan dat het net dat zij hadden meegenomen. Als zij een 1-bij-1 net hadden meegenomen, was dat het maximaal aantal vissen dat zij konden vangen. Hun succes werd bepaald door hun verwachting. Uw succes wordt bepaald door uw verwachting. En God zegt, heb een hoge verwachting. Heb een hoge verwachting. Want de mate van uitstappen, de mate van uw verwachting, dat is hoe u zal leven in doorbraak. U bepaalt. U bepaalt. Amen. Oké, okay. Ik kan op 3 verschillende manieren naar mijn werk. Ik kan door het centrum, ik kan over de Brienenoord, okay, en ik kan door de Benelux. En elke ochtend dan kijk ik op mijn telefoon, vraag ik aan Google Maps wat de snelste route is naar mijn werk. En ja, wat Google Maps zegt, dat doet Mitchell. Waarom? Google Maps heeft in dat opzicht, hè, beste route, snelste route, en dus ik volg. Oké, okay, ik volg de stem. Ik ben gehoorzaam op de route. En ik werd wakker, ik werd klaargemaakt, noem maar op. En ik stap de auto in naar mijn werk. En ja, ik pak mijn navigatie. Hij zegt, ga door het centrum. Oké, okay, Google Maps zegt, ga door het centrum. Mitchell gaat door het centrum. Zo simpel is het. Oké, okay, ik kan wat tegenin gaan, maar heeft geen zin. Dus ik ga door het centrum en al rijdend loopt de tijd op. Dus ik denk, ja, het zal toch niet. Ik baalde een beetje. Ik ben veilig aangekomen hoor, dank u Heer. Maar ik dacht, morgen pak ik een andere route. Nou, u raadt het al, volgende ochtend, Google Maps zegt, ga weer door het centrum. En even denk ik van, ja, ik ga toch niet weer dezelfde route nemen. Hè? En ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen. Maar okay, ik denk, okay, ik ga. Ik denk, ik volg. En al rijdend weer, daar waar ik naar links moest, ik ga weer door het centrum, ik moest naar links. Ik dacht, weet je wat, gisteren leidde dat tot veel vertraging, dus ik ga toch naar rechts. Ik pakte mijn eigen route, ik nam heft in eigen handen. En wat gebeurde er? Ik kwam later aan op mijn bestemming. Ik kwam later aan op mijn bestemming vanwege een keuze uit het verleden. Ik liet mijn toekomst bepalen door een keuze door een gebeurtenis uit het verleden. En God zegt vandaag, om te leven in doorbraak, is het belangrijk om fijngevoelig te zijn op de route.
De derde doorbraaksleutel is fijngevoeligheid op de route. Wees fijngevoelig op de route. Lucas 5, vers 5. En Simon antwoordde en zeide: Meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets ontvangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. We zien in teleurstelling. We zien in geestelijke ongeduldigheid. Het feit dat hij nog niet zag waar hij voor geloofd had, had hem kunnen weerhouden om de geloofstap te zetten. En waar heeft God uw visie voor gegeven? Waar heeft God u geroepen om uit te stappen? Maar u heeft uw geloofstap u heeft uzelf tegen laten houden door een teleurstelling uit het verleden. God zegt vandaag, laat je route niet beïnvloed worden door een teleurstelling uit het verleden. Laat je geloof, laat je spreken, laat je liefde, laat je reinheid, laat je wandel niet beïnvloed worden door teleurstellingen uit het verleden. Want zijn gunstbewijzen zijn nieuw wanneer? Elke morgen weer. En daar mag u aan vasthouden. Het tweede gedeelte van deze preek kan iets minder comfortabel zijn. Misschien denkt u van, so far so good. Ja, lekker aantekeningen aan het maken. Het tweede gedeelte kan minder comfortabel zijn. Waarom? Gehoorzaamheid aan de stem van God gaat u wat kosten. Vasthouden aan de visie van God gaat u wat kosten. Uitstappen in de roeping gaat u wat kosten. Fijngevoelig zijn op de route gaat u wat kosten. Leven in de geestelijke autoriteit die God u gegeven heeft gaat u wat kosten. Leven in doorbraak gaat u wat kosten. Een leven in doorbraak is niet voor de ja-maar-christen, maar voor de en-toch-christen. Het leven in doorbraak is niet voor de ja-maar-christen, maar voor de en-toch-christen. En Gloria zei het heel mooi onlangs. Ze zei, christen zijn betekent niet dat je niet door stormen gaat. Christen zijn betekent dat je weet dat Jezus aan je zijde is in de storm. Supermooi inzicht dat ze met ons deelde. En toch, teleurstellingen en toch, weerstand en toch, en toch, en toch, en toch. En toch houdt u vast aan de roeping. En toch houdt u vast aan de visie. En toch houdt u vast aan wat God gesproken heeft. En toch stapt u uit. En toch bent u fijngevoelig op de route. God zegt en toch, en toch, en toch. Zeg tegen uzelf, ik ben geen ja-maar-christen, maar een en-toch-christen. Want dwars door de storm. Oh, sorry, dat hoeft u niet na te zetten. Zeg maar, dankjewel. U bent scherp. Want dwars door de storm wilt God uw karakter bouwen. Dwars door de storm wilt hij richting geven. Dwars door de storm wil hij u laten zien wat uw geestelijke positie inhoudt. Er zijn lessen te leren in de storm. Kent u dat als de Heer heeft u een bepaald bedrag op uw hart geplaatst. En u heeft door de jaren heen, door de leren CC'en, dus u kunt de stem van God onderscheiden. En God heeft een bedrag op uw hart geplaatst. En toch gaat u denken, is het Christ talk of is het self talk? U begint te twijfelen, want het bedrag is toch aardige hap in uw portemonnee. Dat u gaat denken van, hey, Heer, maar was het niet een nulletje minder? Of moest die komma niet naar links? En dit is een voorbeeld van, nu praat ik over geld. Maar het gaat niet om het geld. Het gaat om de gehoorzaamheid van God. Okay? Leven in doorbraak gaat u wat kosten. En Abraham, ik heb nog twee voorbeelden als het gaat om fijngevoeligheid op de route. Abraham had een visie gekregen van God. Okay, hij zou een vader zijn van vele volkeren, van vele naties. En daar hield hij zich aan. Hij stapte daarin uit. Hij stapte uit. Okay, en hield zich aan de visie van God. Totdat geestelijke ongeduldigheid toesloeg. Waarbij hij en Sarah het hef in eigen handen namen. Zoals ik dat deed toen ik naar mijn werk reed. In plaats dat Isaac als eerste werd geboren, werd Ismaël geboren. En het mooie daarvan was dat God zegt, en toch. Ondanks dat ze niet fijngevoelig waren op de route, zegt God, en toch. Dus Gods belofte voor u en voor mij staat vast. Gods belofte voor u en voor mij staat vast. En dan denk ik van,
Dat is een voorbeeld wat Abraham iets minder fijngevoelig was op de route. Het is ook een mooi voorbeeld dat hij wel fijngevoelig was op de route. Want hij was letterlijk op weg, letterlijk op de route om Isaac te offeren. Hij hield zich vast aan de visie. Hij stapte uit in de roeping. Okay, en hij moest fijngevoelig zijn op de route. God zei stop op het moment dat hij de berg... God zegt stop. En hij is gehoorzaam. Als Abraham niet fijngevoelig was op de route, had hij kunnen missen wat God voor hem had. Dus ondanks dat God u visie heeft gegeven, ondanks dat God u richting heeft gegeven en u uitstapt, is het belangrijk om fijngevoelig te zijn, fijngevoelig te blijven voor de richting die God wil dat u opgaat. En hoe belangrijk, wat een mooi middel is CC daarin. Wat een mooi middel is CC. Want juist door de storm, juist door de storm, juist door alle teleurstelling, juist door alle weerstand, CC kalmeert de storm. CC kalmeert de storm. Want als je blik gefocust is op de storm, kan God geen leiding geven. God spreekt in rust. En wanneer je focus, Apostel zei het net al, focus, focus, hoor je God zeggen, focus op mij. Hij zegt, focus op mij. Focus op mij. CC, hou vast. Hou vast. Want al vallen er 1000 aan mijn zijde, 10.000 aan mijn rechterzijde, het zal mij niet genaken. I'm moving forward. De ene verliest zijn baan, de ander verliest zijn baan. Ik geloof en ik hou vast aan het plan van God. I'm moving forward. De een is verloofd, de ander is getrouwd. Ik treur niet, ik hou vast. God heeft een plan. I'm moving forward. Depressieve gedachten, long COVID. Ik ben meer de overwinnaar. Ik ben genezen in Jezus' naam. I'm moving forward. Waar is de gelovige die vandaag zegt, ik hou vast aan Gods woord? Ik blijf CC'en, no matter what. No matter what, ik blijf CC'en. En ik leef in diepe afhankelijkheid van God. Amen. Dat is waar God u voor geroepen heeft om te leven in doorbraak. En we zijn aangekomen bij de laatste doorbraaksleutel. Ik wil het worship team alvast vragen om naar voren te komen. De vierde doorbraaksleutel is: doorbraak versterkt de roep. Doorbraak versterkt de roep. En ik heb u al het voorgaande gezegd om u dit te zeggen. En ik hoor iemand denken, Mitchell, had je dat niet gelijk kunnen zeggen, dan waren we misschien al thuis. Maar al het voorgaande was nodig om u het volgende te zeggen. We lezen verder, we lezen in vers 5. En Simon antwoordde en zeide, meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. Lees verder in vers 6. En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen. En hun netten dreigden te scheuren. God reageert op u en mijn geloof. Doorbraak is niet wanneer u het heeft. Doorbraak is wanneer u erin leeft. Die mag u opschrijven. Doorbraak is niet wanneer u het heeft. Doorbraak is wanneer u erin leeft. En zij wenkte hun makkers in het andere schip dat zij hen zouden komen helpen. En deze kwamen en zij vulden beide schepen tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, heren. Want verbazing had hem en allen die bij hem waren aangegrepen over de vangst der vissen, welke zij gevangen hadden. Juist Simon Petrus, de man die uitstapte in geloof, de man die geloofde in Jezus, niet in de boot bleef zitten, maar juist uitstapte, liep over water. En God noemt hem een klein gelovige. En zijn geloof was alsnog groter dan 11 van de 12 discipelen die in de boot bleven zitten. Hoe zal God over ons praten? Hij die ons een geestelijke autoriteit heeft gegeven. Hij die ons een visie gegeven heeft. Hij die ons opgeroepen heeft om uit te stappen in de roeping. Hij die ons geleerd heeft om te CC'en. Om fijngevoelig te zijn op de route. Hoe zal God over ons praten? Als we in de boot blijven zitten. En ik wil niet dat God over mij praat als een klein gelovige. En ik weet zeker dat dat ook voor u geldt. Evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren.
En Jezus zei tot Simon, wees niet bevreesd. Van nu aan zult gij mensen vangen. En dit is waar het om gaat. Uw leven in doorbraak en uw roep zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uw leven in doorbraak en de roep die van u uitgaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uw doorbraak draagt vrucht voort. Doorbraak in uw huwelijk zorgt ervoor dat uw kinderen, hun kinderen, hun kinderen, hun kinderen geloven in het plan van God. Dat ze een goed voorbeeld hebben. Want een goed voorbeeld doet volgen. En ik werd onlangs zo bemoedigd door een jongeman die promotie had gemaakt op zijn werk. Hij had mij het heel proces verteld. Het is wonderbaarlijk hoe God hem verhoogd heeft boven zijn education, boven zijn opleidingen. Hij komt nu op plekken waar hij een getuige mag zijn. Hij vertelt wat God voor hem heeft gedaan. Hij vertelt hoe God hem richting geeft. Zo inspirerend is dat om te horen. En Lucas 5 vers 11. En ze trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden hem. God is op zoek naar de gelovige die zegt, ik laat alles achter en ik volg hem. Ik laat alles achter en ik volg hem. Op de oever is veilige grond. Dan kan je jezelf redden. Want dieper in de zee kan je terugvallen op je eigen kunnen. Maar God zegt, we gaan naar diepe water. God zegt, we gaan naar diepe water. Daar waar je leeft in volledige afhankelijkheid van de Heilige Geest. En je bent aangewezen op CC. In diepe water ben je aangewezen op CC. In diepe water ben je afhankelijk van de Heilige Geest. God heeft u vandaag visie gegeven. God heeft u geestelijke autoriteit gegeven. God heeft u gezegd om uit te stappen in de roeping. Om fijngevoelig te zijn op de route. Zodat u kunt leven in doorbraak. En dat er een sterke roep van u uitgaat. Zodat mensen zien om u heen. Doorbraak in u zal niet onopgemerkt blijven. Mensen zullen jaloers worden op wat ze zien. Mensen zullen geïnteresseerd raken in wat ze zien. Zodat er ruimte is om mensen tot de Heer te brengen. Want dat is het doel. Want dat is het doel. Amen. Dank u wel, Heer. Dank u voor dit woord. Yes. Geef God eer, alle glorie. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze boodschap. We vertrouwen dat het je heeft geïnspireerd om in constant contact met de Heilige Geest te leven en om te wandelen in de volle blessing. Voor meer info over onze ministry kun je gaan naar lsm.nl of ga naar lsm.nl/locaties en vind een van onze campussen. Tot de volgende keer!